Vorige week was Gordon nog op televisie te zien. Hij bracht een bezoekje aan Code Rosé van de Meilandjes en zorgde daarmee voor een kijkcijferdip. Volgens kijkcijferexpert Tina Nijkaap keken er nooit eerder zo weinig mensen. Gordon denkt niet dat dat aan hem ligt. Op Instagram haalde hij harduit naar oppertroeftoete Wilfred René en slang Albert Verlinde. Dit is slechts een van de ontelbaar schadelijke en smadelijke dingen die ze continu over mij roepen. De tijd van mijn mondhouden is voorbij, al de schoor. Hij weet dat er ook mensen zijn die van hem hebben genoten. Maar dat lees nu de herstart van zijn zangcarrière in de soep is gelopen, heeft Godus zijn aandacht verlegd. Hij geeft niet op en heeft besloten een restaurant te openen. Dat kost natuurlijk veel tijd en aandacht. Omdat hij in Dubai woont, moet hij veel op en helaas lukt dat momenteel niet. Dubai wordt namelijk getroffen door noodweer. Er is in twee dagen tijd om meer regen gevallen dan er normaal gesproken in een heel jaar valt. Op internet zien we bizarre tafereelen. De straten staan op, het vliegveld is chaos uitgebroken. Vrijwel alle vluchten zijn geannuleerd en mensen moeten er zelfs slapen. Goor laat weten dat hij oké okay is. Via Instagram slingert hij wat beeldmateriaal de wereld in waarop te zien is dat het heel hard regent. Goor kan dat helemaal niet gebruiken, omdat hij weer naar Nederland moet voor zijn restaurant. Helaas, voor woorden kan hij niet vliegen. En dus moet hij afspraken afzeggen en wat zaken uitstellen. Grote problemen dus.